namen van doden en vermisten bekendgemaakt. De lijst is samengesteld door adresbestanden van verschillende instanties aan elkaar te koppelen. Voor de mensen die als vermist te boek staan, is weinig hoop meer. Het materiaal van de persconferentie staat nu gereed en we kunnen nu kijken naar een verslag daarvan. Burgemeester Van Tijn. We zijn inderdaad wat later dan u misschien verwacht had. De belangrijkste reden is dat de informatie die wij vanavond verstrekken met grote zorgvuldigheid is voorbereid. En dat wij er absoluut zeker van wilden zijn dat de betrokkenen die aanwezig zijn in de sporthal als eerste over de informatie die ik u nu ga verstrekken zouden kunnen beschikken. Wel nu, dat is nu het geval. Enkele minuten geleden hebben wij het signaal gekregen dat in de sporthal drie lijsten zijn uitgedeeld aan de daar aanwezige betrokkenen. Deze drie lijsten, die over een half uur integraal beschikbaar zijn voor de pers, bevatten de volgende gegevens. De eerste lijst bevat de slachtoffers, met naam en toenaam, die inmiddels zijn geïdentificeerd. Dat zijn er op dit moment 9. De tweede lijst is een lijst van vermiste personen die zich op het moment van de ramp hoogstwaarschijnlijk bevonden in de weggeslagen panden of in de zeer directe omgeving daarvan. Er is dus nog geen volstrekte zekerheid of zij ook daadwerkelijk slachtoffer van de ramp zijn geworden. Het aantal namen op deze tweede lijst bedraagt 48. De derde lijst omvat personen die als vermist staan geregistreerd in verband met de ramp. Het staat echter niet vast waar zij zich bevonden ten tijde van de ramp. Er is dus nog geen duidelijkheid of zij ook slachtoffer van de ramp zijn geworden. Het aantal van deze derde lijst bedraagt 63. Dit aantal is het product van 3 x 24 uur continu recherchewerk. Wij zijn nauwelijks 3 dagen geleden begonnen met
1500 aangemelde vermiste personen. Al deze meldingen zijn inmiddels door de politie, door de recherche met name, nagecheckt. Zodat gezegd mag worden dat als vermist aangemelde personen, en dat zijn er dus buitengewoon veel, die niet op deze lijsten staan, terecht zijn. Het kan zijn dat er toch nog slachtoffers zijn die nooit als vermist zijn aangemeld. Zoals in één geval onder de geïdentificeerde slachtoffers. Deze lijst, waarover u dus binnen een half uur zult beschikken, zal vanavond ook verspreid worden via teletext, pagina 150 en volgende, via Salto kanaal 4, via het ANP en via Radio Noord-Holland. Personen die hun naam op de lijst herkennen, wat wij vurig hopen, en die dus ten onrechte op lijst 2 en lijst 3 vermeld staan, worden verzocht ogenblikkelijk te bellen naar het telefoonnummer 020 56 5x4. De politie heeft een hele organisatie gereed staan om vanavond nog voor de verwerking van nieuwe gegevens te zorgen. En wij hebben ook georganiseerd dat om de zoveel tijd aanpassingen op de lijst vanavond nog en zo snel als mogelijk is, telkens weer later kan worden gerealiseerd. Tot zover mijn informatie. Ruim voor de namen van de slachtoffers en vermisten op het stadhuis bekend werden gemaakt door burgemeester Van Tijn, werden de familieleden in het Bijlmer Sportcentrum op de hoogte gesteld. Na de emotionele uitbarsting 2 dagen geleden bij het opvangcentrum had de politie vandaag voor dranghekken gezorgd bij de ingang. Hulpverleners hebben overigens nog steeds kritiek op de opvang. Wij als hulpverleners doen gewoon ons best om die klappen te verzachten voor ze. Of ze duidelijk te maken dat het allemaal toch bureaucratisch gaat. En ze vinden toch dat het niet moet. Ze vinden gewoon dat ze... Praktische hulp. Praktische hulp en verder moeten ze maar later kijken. Dat bureaucratisch gedoe, dat irriteert. Ja. Rond 6:10 arriveerden 4 medewerkers van de gemeente met de lijst. Aanwezigen in het opvangcentrum werden meteen in de gelegenheid gesteld om de lijst in te kijken en in te zien. Iedereen kreeg een speciale kopie. You have relatives or friends on the list? Not really. I don't have the ones that I have. They are all alive. And you checked that on the list? Yes, I've checked the list. All of them. Yeah. So you are completely sure that they are alive, just at this moment? Yes, they are alive. De lijst is overigens geen definitieve lijst. Voor die vastgesteld kan worden, zal het nog wel enige dagen duren. We zullen nu de namen voorlezen van de mensen die zijn geïdentificeerd en die bij de ramp zijn omgekomen. Eama
Andersen uit Ghana, Marcus Addo uit Amsterdam, Mabel Addo uit Amsterdam, James Ankra uit Amsterdam, Elvira Jones uit Aruba, Sjaan Malik uit Kano, Elvis Marquita uit Curaçao, Shirley Vincento uit Curaçao en Morene Vrutaal uit Aruba. Dan de lijst van mensen die aanwezig waren in de flats en die dus naar alle waarschijnlijkheid zijn omgekomen. We lezen deze lijst met de bedoeling om u erop te attenderen dat als u een naam hoort van iemand die u kent en die niet is omgekomen, het nummer te bellen dat op het ogenblik wordt geprojecteerd. Hoort u dus een naam van iemand die u kent en waarvan u weet dat hij nog leeft, of u bent het zelf, belt u dan het nummer 56-44-444. De namen zijn als volgt en op voorhand bied ik mijn excuses aan voor eventuele verkeerde uitspraken. Joey Agrampong, Cynthia Addo, Eko Annan, Bafu, Collins Beloui, Jean Barima, Gilbert van der Biezen, Gilmar van der Biezen, Merlin van der Biezen, Bianca Biondi, Farida Carina, Gerber Celestina, Josefina Celestina, Daniel Kool, Lissandra Dijkhoff, Suyen Dijkhoff, Virali Di Cento, Bert van S, Zahid Hussein, Suman Kamles, Benny Laktij, Osman Malik, Miguel Richardson, Farida Nagiberi, Osei, Nana Osei, Yeboah Osei, Maxwell Prince, Gerald Richardson, Iris Richardson, Jean-Marie Rosaria, Marcella Sagan, Michael Sam, Edmund Smeltz, Gordon Smeltz, Kenneth Smeltz, Michiel Smeltz, Robinder Singh, Thomas, Samuel Toby, Graciela Truideman, Guillermo Truideman, Wijbold, Nana Jo. Dat zijn de namen van de mensen die aanwezig waren in de flats. Nogmaals, hoort u uw eigen naam of kent u een van de mensen en is die nog in leven, belt u dan met het nummer dat aanstonds weer zal worden geprojecteerd. Dan is er een lijst van namen met mensen die vermist zijn. Ik lees u voor. Charlin Adai, M. Amar, Paul Amoa, Kool Atta, Brenda Bafu, Quent Bafu, Verona Bafu, H. Belfort, Ernest Bobsen, Henk Brouwer, Manuela Brouwer, Peter Brouwer, Herbert Celestina, S. Dal, Hussein Dilawar, Steven Dollard, Cyrille Dollard, L. Esayas, Florins, Abdel Fofana, Lucie Fontes, Nathalie Fontes, P. Forrester, Tahir Goulam, Giri Gori, Rhys Hater, Roos Hater, Gentable Havits, Antonio Irenis of Jonel Irenis, Iris, Jacopucci, Norbert Kort, Vader Lanoy, R. Martis, Naatrijk, Mohan Neshedi,
5 personen van de familie Nkanza. Ofusu. Pirrit Gentiel. Albertus Peters. Earon Kwaku. Janet Kwaku. Ronald Kwaku. Jacqueline Rak. H. Raman. Lucie Rafaela. Pamela Rafaela. Germaine Richardson. Een kind Richardson. Martin Rogier. D. Sapoma. Janice Smelts. Josephine Siao. Fem Siddik. Laurentina Siro. Jenny Sporksleder. Ricky Chin Si. Angeline Tromp. En Fatima Zamai. Dat zijn de 120 mensen die omgekomen zijn, naar alle waarschijnlijkheid, naast de bemanning van het El Al-toestel. We hebben nog een reactie voor u van burgemeester Van Tijn, opgenomen na de persconferentie van zojuist. Meneer Van Tijn, toen u de lijst, 3 lijsten zag met de namen daarop, wat was uw eerste reactie? Nou, mijn eerste reactie was knap werk van de recherche om dat getal zo omlaag te krijgen, omdat ik wist en u niet en niemand dat wij overspoeld waren met meldingen van vermiste personen. Hoeveel zijn dat er geweest? Het waren er op het slechtste moment 1500. Dat is vrij snel gedaald naar 900. Maar gisteren was het nog 500 en vanmorgen nog 300. En de recherche heeft dus in 3x24 uur 1200 mensen teruggevonden, als ik het zo mag formuleren. Dus dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er nog steeds geen complete klaarheid is. Dat er nog een 48 en 63 mensen vermist worden. De verwachting is dat de derde lijst van 64 mensen gaat dalen. Ja. Hoe moet dat gebeuren? Dat moet gebeuren. Laat ik eerst uitleggen waarom dat waarschijnlijker is dan de tweede lijst. De tweede lijst betreft namelijk mensen die woonachtig waren in het echte rampgebied, de ingestorte flats, waar ook de meeste stoffelijke resten zijn gevonden. Desalniettemin is er een kans dat toch ten onrechte er mensen op deze lijst staan. De derde lijst betreft mensen die, waarvan we niet weten waar zij zich bevonden ten tijde van de ramp. Wellicht in omliggende flats waar, zoals we inmiddels weten, toch veel mensen hebben kunnen ontsnappen. En wij hopen van ganse harte, en we kunnen niet anders na al dit speurwerk, dat de mensen die ten onrechte hun naam op de lijst zien en die wel even zullen moeten slikken, toch kunnen opbrengen om zo snel mogelijk het nummer 565x4 te bellen. Want dan zullen wij onmiddellijk de lijst kunnen aanpassen en dat ook zo snel mogelijk via alle media, een teletext, ANP en noem maar op, en uiteraard u bekendmaken. Denkt u dat er ooit een totaal aantal slachtoffers van deze ramp is vast te stellen? Ik denk dat we binnen een paar dagen meer zekerheid nog kunnen hebben dan we nu al hebben kunnen geven. Maar ik ben erg bang dat het precieze aantal nooit helemaal zal komen vast te staan. Wanneer is voor u dit hoofdstuk gesloten? Dat zal nog maanden duren, omdat de identificatie en het nadere speurwerk nog zal worden voortgezet totdat het laatste vraagteken kan worden uitgewist. Mocht u de lijst met namen nog willen nalezen, dan kunt u terecht op het open kanaal, het Salto-kanaal, dat op het toestel zonder twijfel te vinden is. Daar circuleren vanavond dus de namen van de slachtoffers en vermisten. Tot zover deze extra uitzending. Wij vervolgen ons programma weer met AT5 Live. Goedenavond.